Hartstikke welkom allemaal. We gaan vanavond Bijbel lezen en we pakken hem op bij waar we vorige keer gebleven zijn. En dat vond ik een hele goeie. Dus als je die nog niet geluisterd hebt, pak hem even terug. En daar bespreken wij Genesis 9, want daar waren we in dat hoofdstuk van het eerste boek van het Oude Testament. En dan vers 5 en vers 6 met name. Daar zijn we helemaal ingedoken en Jurk heeft met behulp van E-Sword daar een goed licht op geschenen. Nu gaan we door vanaf vers 7. Maar voordat we van start gaan, eerst het woord aan Jurk en Michael om ook even hallo te zeggen tegen jullie. Yo, ik laat het woord graag een keer aan Michael. Iedereen kent mij al waarschijnlijk een beetje langer. Maar we zijn vandaag hier terug verzameld om terug een Bijbelstudie in drie talen te doen. Wat ik heel schoon vind. Om deze drie Bijbels eens een keer naast elkaar te leggen. En dan ook altijd spijtig genoeg op de fouten van de Duitse slachter te moeten gaan wijzen. Waar tot nu toe, denk ik, de Statenvertaling foutloos is in vergelijking met de 1611 King James. Hè? Ja. Dus belangrijk voor deze studie vind ik niet alleen dat we dat in drie talen doen, dat dus verschillende mensen zich kunnen aangesproken voelen om deze video's te bekijken. Maar ik vind het vooral schoon dat wij drie Bijbels hebben, die alle drie gebaseerd zijn op de originele teksten en dan vertaald zijn in onze moedertaal, ja, in de Duitse taal voor mij en Michael, in de Nederlandse taal voor jou en in een taal die wij gemeenschappelijk gebruiken, Engels, die wij ook nog een keer gebruiken en somit die Koning James hebben. En ik vind het heel schoon dat de Heilige Geest ons die Möglichkeit gibt, um uns regelmatig te ontmoeten, via Skype weliswaar. Niet per se dus face-to-face, dat zal er misschien ook nog ooit een keer van komen, want uiteindelijk wonen we allemaal niet zo ver uit elkaar. Maar Klopt. dat we nu eens een keer een schitterende Bijbelstudie kunnen gaan doen en mensen daaraan kunnen deel laten nemen en op deze manier hun duidelijk maken dat Bijbellezen echt iets oplevert. Ik zeg zo vaak op het einde van mijn video's, lees jouw Bijbel. Maar veel mensen hebben dan moeite mee met de Bijbel vast te pakken. Maar als ze dan een keer zien hoe dat wij dat doen en hoe dat wij 1 uur besteden aan 1, 2, 3, soms meer, maar soms ook maar 1 of 2 versen, een heel uur aan besteden, om die te ontleden en om ze te verstaan en om een duidelijke leiding van de Heilige Geest te krijgen in het begrijpen van zijn woord, dat zou anderen moeten, vind ik toch tenminste, animeren of motiveren om hetzelfde te doen. Bijbelstudie te doen, ofwel alleen, ofwel met 1 of 2 gelijkgezinden. Ja? Want Jezus Christus heeft gezegd, waar 2 of 3 versammeld zijn in mijn naam, in hun midst zal ik zijn. Dat is wat ik voel elke keer als wij hier bijeenkomen. En dat is wat ik iedereen toewens die ook zelf op zoek gaat naar de waarheid. Want daar ben ik nog altijd van overtuigd. Iedereen accepteert alleen dat als waarheid, wat hij zelf uitgezocht heeft. En niet dat, wat een ander mens hem per se vertelt. En dat is ook goed zo, want je moet niet naar mensen luisteren, je moet naar God luisteren. En wij proberen alleen maar het spraakrohr van God te zijn in deze Bijbelstudies en op deze manier jullie proberen de wijsheid van God dichterbij te brengen. En nu heb ik lang genoeg gepraat, nu is dan Michael. Ja, bedankt Jörg en bedankt Perry. Ja, wat moet ik nou zeggen? Bedankt voor die uitnodiging, Perry. En ik leer vandaag weer Nederlands. Ja, en ik ben een beetje ziek op dit moment en mijn stem is niet zo goed, maar ik denk het gaat lukken. En dus ja, Dus nu. en wij leren weer Duits, hè? Ja, of zo, ja. En een beetje Engels, ja. En een beetje Engels, ja. Ik moet ineens denken aan die Aziatische dame, ik denk dat ze Aziatisch was, want ze had zo'n Aziatische naam, die ons bedankte en zei van, wat een fijne talenstudie en wat heerlijk dat jullie die talenstudie baseren op de inhoud van de Bijbel. Die was er heel blij mee. Ja, dus je heeft een grote kans dat iemand van die YouTube-Luisterers, da die Nederlands praat of Deutsch praat of Engels praat. Dus jetzt, für iedereen ist da ein Tal. Ja, Ja, precies. das klappt, ja. Ja, je moet het maar zo zien. Het is bijna een tijd van een nieuwe Pentecost, een nieuwe Pinkster. In de tijd van de eerste Pinkster kwam de Heilige Geest over die apostels. En al die apostelen hadden ineens de mogelijkheid om het goede nieuws, dus het evangelie, te vertalen in elke taal die ze maar wilden. Ze spraken ineens alle talen. God heeft op dat ogenblik, op het Pinkster ogenblik, de verwarring van Babylon teruggenomen.
Ja. Hij heeft de apostelen de mogelijkheid gegeven om het goede nieuws van het koninkrijk van God, dat Jezus geleerd heeft, aan iedereen te vertellen in hun eigen taal. Mm-hmm. En dat is in feite wat wij ook proberen met deze drietalige studie. Doordat we dat in drie talen maken, bereiken we ver meer dan 100 miljoen mensen. Alleen maar in Duits en Nederlands. Ja. En dan nog meer, als we dan Engels daarbij mee zouden tellen, als ze tenminste deze studies gaan bekijken. Ik bedoel, oké, iemand die alleen Engelstalig is, heeft een beetje moeite om deze studies te gaan bekijken, omwille van dat wij over het algemeen, onze voertaal in deze lezingen is uiteraard Nederlands. Maar dan brengen we tenminste 17 miljoen of 18 miljoen Nederlanders een beetje dichterbij en 11 miljoen Belgen, dat zijn ook bijna 30 miljoen. Ja? Mm-hmm. Kan ook al tellen, hè? Ja, ja. En dat is het schone daarbij. Dus ja. Wij leven in de geest van Pinksteren. Maar dat allereerste Pinksteren, dat Pinksteren dat beschreven is in kapitel 1 van het boek van Handelingen ja. van de Apostels. Laat ons daar eventjes duidelijk over zijn. Wij zijn geen charismatische beweging, we zijn geen Pinksterbeweging. Maar doordat wij met die verschillende talen hanteren, zijn we in feite in de geest van Pinksteren bezig. Om het goede woord aan iedereen in zijn eigen taal te kunnen gaan brengen. Helemaal met je eens. Nou, ik zou zeggen, Jurgen, trap hem af in het Engels. Genesis 9, verse 7, and the King James Bible says, quote, ja. And you, be ye fruitful, and multiply, bring forth abundantly in the earth, and multiply therein. And God spake unto Noah, and to his sons with him, saying, And I, behold, I establish my covenant with you and with your seed after you. Dat zou moeten volstaan. Mm-hmm. En nu gaan we datzelfde horen in de Nederlandse prachtige Statenvertaling, echt schitterend Nederlands. En daarna van Michael in de Duitse Schlachter 2000. Wat stuk is aan tijd de juiste tijd open te, de juiste vers open te doen. Hè? Ja, precies. Maar gijlieden, weest vruchtbaar en vermenigvuldigt. Teelt overvloediglijk voort op de aarde en vermenigvuldigt op dezelfde. Voorts zeide God tot Noach en tot zijn zonen met hem, zeggende, maar ik, ziet, ik richt mijn verbond op met u en met uw zaad, na u. Heel snel de Schlachter de B. Mm-hmm. Ja, kom maar. Ihr aber seid fruchtbar und mehrt euch und breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet darauf. Und Gott redete zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm und sprach. Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit eurem Samen, der nach euch kommt. Nu, ik persoonlijk vind dat weer heel belangrijke versen, want in de Bijbel is eigenlijk geen enkele vers die niet belangrijk is, daarvan ben ik afgezien. Mm-hmm. Hij gaat hier dus nog een keer in het begin in vers 7 herhalen dat we vruchtbaar moeten zijn en ons vermenigvuldigen op deze aarde. En dus abundantly. Ja, hoe noemt hem dat nu in Nederlands? Abundantly. Kijk nog eens een keer op de Schlachter. Dat is overvloediglijk. Overvloediglijk, ja. Also, precies dat wat de antichrist van ons vandaag de dag niet wil. Waar ja. overal van geboortebeperkingen besproken wordt. Waar overal gesproken wordt van abortus in te voeren. Die gaan zeggen van, ja maar Jörg, de Romeins-Katholieke Kerk is tegen abortus. Ja, voor de katholieken. Mm-hmm. Maar abortus en de pil pakken en contracepties pakken in het algemeen wordt wel min of meer bevolen voor alle protestanten. Mm-hmm. Want als de protestanten niet meer bestaan, dan bestaan alleen nog maar katholieken. En dat is precies wat de Romeins-Katholieke Kerk wil. Mm-hmm. En iedereen die zich een klein beetje bezighoudt met studies van de Jesuitengeleide Vaticanische Nieuwe Wereldorde, die niks anders is als de oude wereldorde herstelt, ja. die weet dat er heel veel zogenoemde philotrophanten, of hoe noemen die? Philanthropisten zijn. Dank u. Ja, soms valt me dat juiste woord niet in. Gelijk mensen van de slag van een Bill Gates,
van een Rockefeller, van een George Soros enzovoort, die dus zo gezegd in feite allemaal het goede voor de mensheid voor hebben, maar uiteindelijk alleen maar al het slechte voor de mensen voor hebben. Die van geboortebeperkingen spreken, Bill Gates die zelfs op bepaalde ogenblikken gezegd heeft, als we een echt goede job doen met de vaccinaties, dan kunnen we daarin slagen om de geboortecijfers 1/3 te laten dalen of zelfs nog meer. Ja, ja. Ja. Daar gaat het dus heel duidelijk daarover om tegen dat in te gaan wat God hier de mens min of meer opdraagt. Ja? Overvloedig ligt zich voort planten op de aarde. Ja. Dat wat God beveelt, gaat Satan weer in het tegendeel omkeren. Dat is deel 1 van deze 3 versen die we juist gelezen hebben. En ik vind dat heel belangrijk. Ik ga daar nu niet een al te dikke punt van maken. We zijn daar de laatste lezingen intensief op ingegaan. Maar roep dat nog een keer in uw herinnering daarmee op. Dat is wat God ons beveelt. Ga je nu echt denken dat God de mensheid, want toen bestond de hele mensheid alleen maar uit deze familie van 8 personen, Noah, zijn vrouw, zijn 3 zonen en de vrouwen van zijn zonen. Dat waren alle mensen die op deze aarde alleen maar bestonden. Denk dan nu eerlijk dat God tegen deze mensen zegt dat ze dat moeten gaan doen. En dan later ergens roept ervan en nu is gedaan, want de lucht is op en het water is wel. En daar is geen olie niet meer en CO2 neemt toe en bla bla bla. Nee, daar staat niks van in de Bijbel. Omdat dat allemaal de agenda van de antichrist is en niet de agenda van de christ. Ja? Dus ik vind het echt heel belangrijk daar nog maar een heel eventjes op na te drukken. Dat wij ons in herinnering roepen van wat God beveelt, dat doet hij. Omdat hij de mens ook de middelen geeft, de bestaansmiddelen geeft, om te doen wat hij hem beveelt. Mm-hmm. Oké? Zover over vers 7. Hebben jullie daar nog een commentaar over voor ik verder ga naar de volgende? Of? Nee. Van mij mag je door. En Michael? Ja, ik denk, ja. Ik denk dat het is heel belangrijk te zien dat God ordineert dat de mens zou niet alleen vermenigvuldigt, maar dat die zich uitbreidt op die aarde, niet terugtrekt in grote städte, grote cities of zoiets. Ik denk dat is ook een belangrijk punt. Ja. Dat wij niet samen zitten en samen trekken in Amsterdam en Den Haag en dit en dat. Nee. Dat jij mag vertrekken. Ja? Mm-hmm. Iets voor iedere aard. Ja, zodat die mens die zou graag met de dieren zou graag leven, die vertrekt op het land. En die mens die met andere mensen samen zijn, die vertrekken bijvoorbeeld naar Amsterdam. Maar het is niet beperkt. Het is niet beperkt op één plaats. Ja? Op één city, op één Babylon of zoiets. Ja, ik vind dat kan je heel goed uitlezen als hij zegt, teelt overvloedig voort op de aarde. Anders had hij gezegd, van doe dat in deze of deze stad of gemeente of weet ik veel wat. En dat is de punt die Michael heel correct wil gaan maken. Dat geeft ja ook aanleiding daartoe dat we dan straks zien in de kapitels die komen, kapitel 10 en 11, waar we over Babylon gaan spreken, dat daar in Babylon juist dit bevel van God niet alleen genegeerd wordt, maar in het tegendeel gekeerd wordt. En dat is ook wat de antichrist vandaag doet. Dus Michael heeft daar een zeer goede punt aangesproken. En dat kunt u dus nalezen in de tweede zin in vers 7, waar staat, teelt overvloedig voort op de aarde. Dus gebruik de hele aarde. Gebruik de hele, zoals de meeste mensen zeggen, planeet. De aarde is geen planeet, maar gebruik de hele oppervlakte die ons ter beschikking staat. Ja, en je ziet dat dat zijn bepaalde studies. Maar ik ben geen fan van studies, maar het is heel belangrijk, vind ik, dat dat zijn studies gemaakt van mensen en dieren, als die niet genoeg ruimte heeft voor hemzelf, die mens of die dier, dan heb jij stresshormones. Ja. Ja? Dan voel je jezelf niet veilig en zoiets. En dat is dan ook een belangrijk punt. Ik denk dat iedere mens zou graag een comfort area wil hebben.
dat hij zegt, oké, ik bruik de 10 of 20 meters of een ruimte voor mezelf. Mm-hmm. Ja, privéruimte, no? Privéruimte. Bij wijze van spreken, je voelt je niet lekker in je vel. Ja. En ga naar kijken naar Japan of zoiets, naar Tokio, waar die mensen die hebben een Schuhkarton zwarte leven. Ja, een Schuhkarton, ja, een 10 Quadratmeter ruimte. Vierkante Meter, ja. 10 vierkante Meter ruimte. Ja. Da leven ze in en de bedden zijn uittrekbaar uit de muur, gelijk een compartiment. Hoe zeg je dat? Van een Schublade is dat Duitse woord daarvoor. Een lade in een kast. Je trekt een lade uit de kast, je stapt erin, trekt dat ding toe en daar slaapt er in. Dat zijn in Japan bijvoorbeeld hotels. Hè? Want in Japan is plaats zo duur, dat alleen in de hoogte gebouwd wordt, niet meer in de breedte. Ja? Daarom heb je in Tokio van die wolkenkrabbers, da wonen duizenden mensen in. Omdat die niet veel plaats nodig hebben. Ja? Mm-hmm. En dat is dus, ja, dat is erger bij wijze van spreken als de mieren, hè. Want pas op, de mieren is een heel slim dier. Hè? Daarom staat het mier ook in de Bijbel al geschreven. Hè? God zegt het zelf. Kijk naar de mier, hoe die dat doet. En neem daar een voorbeeld aan. Kunnen een keer uitzoeken in je eigen Bijbelstudie. Maar dat is een heel interessante punt die Michael hier maakt. We mogen niet vergeten, we leven in een tijdperk waar onze privacy meer en meer geschonden wordt. Dat enige wat nog mankeert is, dat er nog geen camera in het toilet is als je erop gaat. Dat ze ook de onderkant van u zien tijdens dat je bezig bent. Versta je wat ik wil zeggen? Ja. De bewakingsmaatschappij wordt erger en erger en erger. Ik geef een heel klein voorbeeld. En dat heeft gewoon te doen met autoverkeer. Hier in België hebben ze heel veel plaatsen al ingericht in zogenaamde tractiecontrole. Wat wil dat zeggen? Trajectcontrole, ja. Op een bepaald ogenblik wordt je auto met een camera geregistreerd. En dan rijd je op die baan, en die is bijvoorbeeld beperkt met 70 per uur tussen twee gemeenten. Duurt kilometers lang, heeft over een grote deel een doorgetrokken lijn dat je niet kunt inhalen. Nu stel ik je voor dat je voor die auto uitkomt die achter die je rijdt als je diese trajectcontrole inrijdt. Dann sagen sie, dann habt ihr ja das ingehaald, dann wird ihr darauf beboet. Und ob das Stückchen, was ihr gemeten, was ihr kontrolliert wird, wird die gemittelte Schnellheit gemeten. Und als die gemittelte Schnellheit höher liegt als die zugelassene Schnellheit, dann kriegt ihr automatisch ein Boete. Ja. Dus nicht allein, dass sie überall Kameras setzen, das ist Punkt 1, aber der zweite Punkt ist, dass sie dann selbst noch diese Trajektkontrolles ausführen. Und auf dit Augenblick ist das, ich sage es, officieel, tussen aanhalingstekens, alleen maar met auto's. Maar als jij een eigenaar van een smartphone bent, waar je ook een tracking device in hebt, ja, want die meeste smartphones vandaag de dag zijn uitgerust met GPS-apparatuur, ja, dan kunnen ze u op die manier eveneens vervolgen. Die weten elke ademtrek dat jij doet. Also verkopen u dat natuurlijk als een gezondheids-app. Ja, kun je downloaden, kun je hartslag in het oog houden, kun je je ademing in het oog houden, kun je je temperatuur in het oog houden. Als je een beetje warmer wordt, is dat een teken dat je een ziekte hebt. Want je bent aan het vechten tegen een of andere, weet ik veel, virus of bacterie of wat ze u ook willen wijsmaken op deze aarde. En ze kunnen dus in feite vaststellen of dat je ziek bent of niet. Ze kunnen uw hartslag en uw ademing in het oog houden en kunnen daarvoor zorgen dat je op een manier gaat gedragen dat tot een verbetering van je gezondheid leidt. En niet omwille van dat zij bezorgd zijn over je gezondheid, maar ze zijn bezorgd om hun investering. Want jij bent kapitaal. Ja. Daarom noemt het vandaag ook in een firma niet meer personeelsafdeling, maar human resources. Ja. Je bent namelijk niks verder als een resource, een bron van inkomsten voor de antichrist. Ja. Dat is overigens ook de reden waarom dat je moest vastgaspen in de auto met de veiligheidsgordel. Ja. Dat is niet omwille van dat ze bezorgd zijn om je gezondheid, dat is gewoon omdat ze bezorgd zijn omwille van hun investering. Want je zou jouw lichaam letterlijk kunnen toevoegen als je niet vastgekast bent in een auto. En daarmee zou je dus kunnen uitvallen voor hun geld op te brengen. Dat is het probleem. Ja. Het is me wat. Ja, je hebt gelijk. Ik zie dat ook zo.
En dat vanuit human resources, dat klopt helemaal. Wij zijn een asset, een stuk activum. Ja, dat begint al met onze geboortsurkunde die op internationale handelsplaatsen gehandeld wordt. Dat hangt allemaal af met de, of samen met de 60 KV-Act. En zo verder. Dat gaat zo ver. Als we daarover gaan beginnen, dan komen we nooit niet aan uit. Maar dat zijn misschien hier en daar eens een keer wat trefwoorden die het voor die mensen interessant maken om hier en daar hun eigen studies daarover te gaan doen. Ja. En dus, als God zegt van teelt overvloedig voort op de aarde, vermenigvuldig u op dezelfde. Daarmee wil hem dus in feite zeggen van ga overal op deze aarde, rot u niet samen in een of andere plek waar je allemaal op één zit. En dus ja, van die controle moet hem ook niet weten. God geeft ons vrijheid en de antichrist berooft ons juist van deze vrijheid. Ja. Ja, ja, ja. En dan heb je ja zo van die mensen die zeggen van ja, maar ik heb toch niks te verbergen. Hey, als ik op toilet zit en mijn dingen ga doen, of als ik ga douchen ben of zo, dan moet ik daar geen camera's bij hebben die op mij gericht zijn. Ik wil niet in Big Brother leven, hè? Anders had ik daar in de container kunnen gaan. Hè? Ja. Maar ja. Ik ben het met je eens. Je mag hem weer voortpakken als je wil. Oh nee, hè? We waren eerst bij vers 7, dus vers 8, wat was daar nog over te zeggen? Voort zei de God tot Noach en tot zijn zonen met hem zeggen, hè? Maar ik zie ik ja. richt mijn verbond op met u en met uw zaad na u. Nu, ik heb het daar juist al heel eventjes gezegd. Op dit ogenblik, als God tot de familie van Noach spreekt, dan is Noach zijn vrouw en dat zijn de drie zonen van Noach, elk met respectievelijk zijn vrouw. Dat is de complete wereldbevolking. Elke mens die vandaag de dag op deze wereld leeft, is op een of andere manier verwant aan deze oerfamilie. Die je natuurlijk weer van voor de vloed kunt terugtrekken tot Adam en Eva. Ja, dat is daarvan lekker afgezien. Hè? Want in de Bijbel staat ook geschreven, God heeft één bloed gemaakt. Ne? Ja, één bloed, ne? Dat was Adam en Eva. En Eva was genomen van Adam. Dus het is echt één bloed, hè? Ja, ja. Ja, geen verschillende quote-unquote rassen of dergelijke dingen meer. Dat is één bloed. Maar God zegt hier dus, ik richt mijn verbond op met u en met uw zaad na u. Dus met andere woorden, ik maak met u een bond. En ik maak die niet alleen met u, maar ik maak die met iedereen die uit u in de toekomst voortkomt. Dat beinhoudt Perry. Dat beinhoudt Michael. Dat beinhoudt mij. Dat beinhoudt iedereen die naar deze video kijkt en iedereen die hij kent en niet kent. Iedereen die op straat tegemoet komt. Iedereen is oorspronkelijk afkomstig van deze ene familie. En met deze, ik noem het nu echt met opzet familie, met deze sociale cel heeft God een verbond opgericht. Ook al waren wij fysiek niet aanwezig op dat ogenblik, maar God heeft ervoor gezorgd dat hij deze verbond in een Bijbel geschreven heeft voor ons om na te lezen, om te weten dat God zich tegenover ons, die wij vandaag daar leven, Michael, Perry, ik en jullie die dat kijken, dat God zich tot ons verbonden heeft. En dat zegt wat hem in de volgende versen gaat zeggen. Dat geldt voor Noach en zijn familie. En dat geldt voor iedereen die op deze aarde leeft. Of dat hem nu een gelovige christen is of niet, dat speelt geen rol. Het geldt voor iedereen. Ja. Mee eens. Ik begin hier weer alleen onderhouden te worden of wat. Oh, nou, nee. Ik zit, ik ben het met je eens. Wat mij betreft mag je doorgaan met vers 10. Ja, dan ga ik maar door met vers 10. And with every living creature that is with you, of the fowl, of the cattle, and of every beast of the earth with you, from all that go out of the ark to every beast of the earth. Dus hij maakt deze verbond niet alleen met de mensen, maar ook gelijktijdig met alle dieren en iedereen die daarna komen. And I will establish my covenant with you. Neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood. Neither shall there any more be a flood to destroy the earth. Laat ons zover niet gelezen, vers 10 en 11. Dan is nu Perry in de Statenvertaling om dat over te nemen.
En met alle levende ziel die met u is, van het gevogelte, van het vee en van alle gedierte der aarde met u, van allen die uit de ark gegaan zijn tot al het gedierte der aarde toe. En ik richt mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verderven. Auf Deutsch. Auch mit allen lebendigen Wesen bei euch, mit Vögeln, Vieh und allen Tieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gegangen sind, was für Tiere es seien auf der Erde. Und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Yes. Er was gelijk een ding wat ik hoorde, want even kijken, dat is dat woord. Neither shall all flesh be cut off anymore. En dat is dan in het Nederlands vertaald. Uitgeroeid. Ja, uitgeroeid, ja. En in het Duits is dat dan... Ausgerottet. Ja. Dass künftig nie mehr alles Fleisch von der Flut ausgerottet wird. Das Rott macht hier ein Verbund mit jedem Wesen, das lebt auf Erde. Ja, nicht mit den Planten, weil die leben nicht, aber mit jeder Beest, das aus der Ark kommt und alle Menschen, die aus der Ark kommen. Und er belooft, dass er keine Sonnenflut mehr soll lassen kommen, um die Erde zu verderben, so als er getan hat, omdat er sei, dass das Herz von dem Mens Övel is van begin aan. En toch gaat hem het niet meer doen. Ja. De volgende keer als hem de aarde gaat vernietigen, gaat dat op een andere manier gebeuren. En dus niet meer met water. En dat is een bond die hij doet. Je kunt zeggen van, ja maar Jörg, wat is dan met die tsunami van 2006? Ja, dat was niet de hele aarde. Hè? Dat was plaatselijk. Hè? Ja. Ja, precies. Ja, ik vind het ook belangrijk hier in de vers 11. En ik richt mijn verbond op met u. Ja. Dat is een geloofde van God. Want op de goede kant van God, die maakt een verbond. En die slechte kant van Cain of de duivel, of Satan, of Lucifer, die maakt een pact. Ja, dat is een handel. Waar jij een handel maakt met de duivel, kijken. Een wisseling maakt, ja, tussen jij en de duivel, ja, jij krijgt iets, ja, maar je moet ook betalen daarvoor. Een ruil maakte jij. Wat maak jij? Een ruil. Een ruil, oké. Een uitwisseling, ja. Je geeft iets en je krijgt er iets voor, ja? Dus je ruilt iets. Ja. Je geeft je ziel en je krijgt daarvoor wereldelijke roem, of geld, of macht. Of alle drie. Ja, dat zijn ook verschillende andere dingen, maar dat is heel belangrijk. Als God zegt het van zichzelf, ja, het maakt een belofte en zegt, ben maar rustig, ja. Daar zal nooit meer een zinvloed zijn en ik richt mijn verbond op met u. Dan moet je mij niets voor geven. Maar natuurlijk moet je de geboden houden. Ja? Ja, de geboden. Ja. De geboden, ja. Ja, de geboden, ja. Maar hij maakt een verbond met u, dus hij maakt een belofte tegenover ons. Ja, ja. Hij gaat iets voor ons doen, zonder dat we daar iets voor moeten weer doen.
Ja, dat is der Punkt, ja. Und das Verschil ist das mit dem Teufel, man macht ja keinen Bund, man macht einen Pakt, da ja. kriegt iets vor, da muss ich auch selbst iets vor zurückgeben. Und da muss ich bei Gott das nicht. Das ist gleich mit der Gnade. Der Gnade von Gott ist ein Gift, ist ein Kadeau, ja, dass wir von nichts kriegen. In der Romeins-Katholieken Kerk habt ihr Verlossung allein durch Werke. Dus je moet werken gaan doen om verlossing te krijgen. In de Bijbel zegt God, het is mijn genade die jou verlost. Daar moet er niks voor doen. De mens heeft geen enkele handeling in zijn eigen rechtschapenheid. Ja? Heel groot verschil met de Romeins-Katholieke Bijbel. Heel groot verschil. Dat is eigenlijk het verschil überhaupt. Ja? Want als de mens iets te doen zou hebben met zijn verlossing, dan zou hij het verknoeien. Daar kunnen we zeker van zijn. Want de mens verknoeit alles wat hem in de hand gegeven is. Ja? Dat is een heel belangrijke punt die Michael maakt. Eventjes ter herhaling. God sluit een bond met de mensen. En trouwens, we zitten in het Oude Testament. En het Oude Testament wordt ook wel eens een keer de Oude Bond genoemd. En we hebben het Nieuwe Testament. We hebben de Nieuwe Bond. Maar dat is dus een bond. Dat is een verbinding die wij hebben tussen God en mens. Hij biedt het ons aan. Als wij het niet aannemen, eigen schuld, dikke bult, hè? Mm-hmm. Ja? Maar hij biedt het ons aan. En het is kosteloos. Het is kosteloos in alle gevallen. Het kost ons niks. Het kost ons niks materieels. Het kost ons ook niks spiritueels. Het levert ons alleen spiritueel of geestig gezien iets op. Namelijk eeuwig leven. Als we zijn cadeau aannemen. Ja? En daarom is heel belangrijk, gelijk Michael zegt, dat verschil tussen een bond of verbond die God met de mensen maakt en een pact die de mens sluit met de duivel. Ja, we hebben daarover gepraat in die Gender Agenda 2 voor Amanda Lear en die connectie tussen Goethe. Dr. Faustus en Mephistopheles. Ja, dat was een pact met de duivel. Ja. Ja, dat is een heel beroemde roman van Goethe, Faust. Mhm. Ja, Dr. Faust, ja. Dat is een heel beroemd werk, ja, dat kennen Nederlanders ook. En wat ik ook aan moet denken is dat die artiest, hoe heet hij nou? Bob Dylan. Bob Dylan heeft het toegegeven in een interview dat hij zei van ja, ik heb een deal gemaakt met de big guy, noemt hij dat dan. The chief commander, ja. Chief commander, ja. Mm-hmm. En, dan dan zegt hij van je weet wel wie ik bedoel, degene die de echte baas is hier op aarde. Mm-hmm. Gender agenda nummer 13. Ja. Ja, heel beroemde 13, ja. Dat is de enige die ik van Burton ken. Ja, oké. Okay. Nee, waar ik weet van dat die nummer is, wat Bob Dylan beinhoudt. Dat was een heel interessante lezing die we gedaan hebben toen. Ja. Momenteel zijn we bij nummer 92, komt als volgende. Dus dat is al een tijdje geleden. Maar niettestemin heel belangrijk. Ja. Dus eventjes nog een keer samenvatten voor de mensen. God zegt en ik richt mijn verbond op met u. En dus niet alleen u die daar staat, maar ook iedereen die uit u voortkomt in de toekomst. Dus gelijk ons vandaag. Dat niet meer alle vlees door de water in de vloed zal worden uitgeroeid. En dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verderven. En dan lezen we voort in vers 12. And God said, this is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you for perpetual generations. I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth. Right. Vers 11. En ik richt mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verderven. En God zeide, dit is het teken des verbonds dat ik geef tussen mij en u lieden, en tussen alle levende ziel die met u is, tot eeuwige geslachten. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken.
die zal zijn tot een teken des verbonds tussen mij en tussen de aarde. Und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sinnflut ausgerottet wird und dass auch keine Sinnflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich festsetze auf ewige Geschlechter hin zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen, die bei euch sind. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Ein paar sehr schöne Versen, waar we dat nog eens een keer gaan herhalen en nu nog een keer een beetje uiteenhalen. Mm-hmm. Ik richt mijn verbond op met u. Dus God biedt ons dit verbond aan. Ja? Het komt van hem. We hebben de mogelijkheid natuurlijk om het aan te nemen, om het af te slagen, maar wij kunnen het niet verbreken. Het is hij die het ons aanbiedt. En hij zegt dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds worden uitgeroeid. Dus ik beloof u dat jullie geen zonvloed meer zullen gaan beleven. Er zal geen vloed meer zijn om de aarde te verderven. Dit is het teken des verbonds dat ik geef tussen mij en tussen uw lieden en tussen alle levende ziel die met u is, tot eeuwige geslachten. Dus er is een teken voor dit verbond. Want hij sluit dat verbond op den ogenblik als alleen maar de dieren die die ark verlaten daar zijn, als Noah en zijn familie daar zijn, als wij daar allemaal nog niet zijn. Hoe kunnen wij dan vandaag de dag, zoveel duizenden jaren later, weten dat toen God een verbond gemaakt heeft met de mensheid? Dat ook mij betreft, die ik er zelfs helemaal niet was, maar ik kom voort uit het geslacht van de familie van Noah. Mm-hmm. En het zal geschieden, mijn boog heb ik gegeven, sorry vers 13, mijn boog heb ik gegeven in de wolken, die zal zijn tot een teken des verbonds tussen mij en tussen de aarde. Dus elke keer als ik in de hemel kijk en ik zie een boog in de hemel, dan weet ik dat die verbond met God nog altijd van kracht is. Ja. Ja, dat is een teken dat dat nog altijd geldig is. Zo kan hij iets doen duizenden jaren geleden en datzelfde teken is vandaag de dag nog altijd in de hemel. Niet constant. Dat wel is waar, maar regelmatig. Ja? Ja. En daarom is het ook heel belangrijk, maar dat zal waarschijnlijk dan voor een volgende uitzending zijn, of we gaan er nu nog over gaan beginnen, hoe dat dit teken van de verbond met God in deze antichristelijke wereld in totaal iets anders veranderd wordt. Ja. Ja. Maar, ik heb je ook nog een paar broeders die met mij die studie hier doen, die daar iets over kunnen gaan zeggen. Mm-hmm. Ja, die regenboogbeweging. Dus hier in Arnhem is het dan ook dat ze dat op straat gaan schilderen. Dat ze dan het voetgangersoversteekpad van zwart en wit, dat wordt dan in allemaal regenboogkleuren om de verschillende seksuele driften van de mens, want daar gaat het om, om die te benadrukken met een eigen kleurtje. Dat heeft dus helemaal niks te maken met het verbond waar het voor bedoeld is. Dus daar heb je totaal gelijk in. Maar er zijn toch ook nog meer van die regenboogbewegingen. Niet alleen maar dit, toch? Maar dat zijn verschillende symbolen, ne? Het heeft allemaal te doen met Gaia-beweging. Zo hebt u bijvoorbeeld de Rainbow Warriors. Ja. Een afdeling van Greenpeace van vroeger onder andere. Ja. Ja? Dus iets wat in feite te doen heeft met de natuur. Ja? En dat is dus wat vele mensen natuurlijk zouden kunnen misinterpreteren. Want ze doen ja niks liever als de Bijbel misinterpreteren. Mm. Als je een keer naar vers 13 kijkt, daar staat: dit zal zijn tot een teken des verbonds tussen mij en tussen de aarde. Oh, kijk. God maakt een verbond tussen hem en Gaia. Moeder aarde. Mm-hmm. Zo gaan ze dat dan uitleggen. En dan gaat het dus Rainbow Warriors hebben, die dus voor de regenboog vechten. Die voor dat symbool vechten in plaats voor dat voor wat het staat. Mm-hmm. Ja?
En natuurlijk heb je dan de hele genderagenda vandaag de dag, dus die seksuele beweging, die alleen maar voor de seks leven, want seks is voor hun het belangrijkste in hun leven. Ja. Zonder seks kunnen ze niet. Seks bestuurt heel hun leven. Daarom is de genderagenda ook zo wat van belangrijk voor deze mensen. Ja, belangrijkste uitzending. Nee, maar je ziet, dat is bijvoorbeeld voor die kinderen ook een probleem vandaag. Want in de kindergarten, daar wordt geleerd dat iedere mens nu 60 verschillende genders heeft. No? Ja. Ja. En zoiets. En die, ja, wie zeg ik dat nu op Nederlands? Zeg het in Duits, dan gaan we nee, door. Nee, ik moet in Duits leren. Die beïnvloeding van die kinderen, die is zo subtiel. Bijvoorbeeld, daar is een wereldberoemde, also beroemd in de wereld, maar niet bekend van Jörg. Jörg kennt dat niet. Ja? Maar voor die een comicfiguur, die is genoemd Rainbow Dash. Ja? Okay. Rainbow Dash is een van de zes hoofdcharactere, figuren van de serie My Little Pony. Ja? Oh. Friendship is magic. Ja? En deze ponies, die zijn unicorns, ja, die kunnen vliegen, ja, en zoiets. En friendship is magie, ja. En die is gekleurd in de kleuren van de bogen, ja. En als symbool heeft die een lightning bolt. Ja, en daar weet je als... een blitz, ja. En dan... Blitz, ja. Ja, dan weet je ook dat pure satanische bedoeling is. Ne? Ja, maar dat kijken junge kinderen van drie jaar oud, vijf jaar oud, zes jaar oud, ja, en die zeggen, oh, een regenbouw, ja, een boog, nou, dat is mooi, ja. Ja? Dat is zo subtiel, ne? The serpent was more subtle than any other beast of the field. Jeetje, ja. My Little Pony. Ja, dat klinkt mooi, hè? Ah, oh, My Little Pony, ja. En ik was ook een fan daarvan voor 10 jaar geleden of 6, 7 jaar geleden. En ik dacht, dat is mooi. De mooie kleuren en mooie songs daarin. Hè? Heel mooi gemaakt. Hè? Maar als je dan heel dieper studeert en met de symbolen en alles daar weet... dan kijk je daar heel verschillend naar en dan kijk je daar, dat kan nog niet, ja. Daar worden ze zo, die invloed van deze comics, die is zo, ik weet het niet, die is zo subtiel, ja. Ja, ik wou zeggen, die werkt op een onbewuste manier, hè. Gelijk met Walt Disney, waar overal seks geschreven staat, zoals die sterren zo ontploffen en zo van die dingen. Ja. En ja, we zijn gewoon, we kijken deze films, maar wat is dat, 30 frames per second? Ja, dus 30 beelden per seconde of zoiets. Als er dan in één van die frames, dus in één van die beelden of twee van die beelden zoiets staat, dan neem je dat bewust helemaal niet waar. Ja. Maar je onderbewustzijn neemt het wel waar. En op deze manier word je geïndoctrineerd, zonder het zelf te beseffen. Nee, Perry, ik ben niet geïndoctrineerd. Nee. Ja. Maar je weet het van jezelf niet. Ja, ja, ik heb een wereldberoemde lyric van een song die iedereen kent. Iedereen. Mm-hmm. Tussen 5 jaar oud en 100 jaar oud bijvoorbeeld, ja? Mm-hmm. Zeg maar. Someday I wish upon a star. Mm-hmm. Wake up where the clouds are far behind me. Where trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you find me. Somewhere over the rainbow blue birds fly. Van 1939 van The Wizard of Oz, Judy Garland. Mm-hmm. Somewhere over the rainbow. Ergens over de regenboog. Ja, en als een dier sterft, voor bijvoorbeeld, ja? Gaan dood, een dier. Ja? Mm-hmm. Er zijn bepaalde mensen
ja, die zeggen, ja, dat gaat nu over de regenbogenbrücke, ja, over de Rainbow Bridge, ja, na de Totenreich, ja, na de Side of the Dead, ja. Gelijk de mens, als hem sterft, waarvan we dan zeggen, die is over de Jordan gegaan. Ja, maar ja. Die betekent dat met Regenbogenbrücke, Rainbow Bridge. Mhm. Ja, het is niet de juiste context according naar de Bijbel. Ja, dat is een heel andere content. Heel andere betekenis, ja. Betekenis, ja. Ja, 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 ja. Ja. Maar Somewhere Over the Rainbow, dat kent iedereen. Dat heb ik zelfs ooit gehoord, ja. Ja. Ja, ik ben dan ook in de doelgroep, hè, tussen 10 en 100. Ja. Zo, ja, 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 ja. Ja. Yeah. Ja, zo subtiel gaan ze u krijgen. En zo subtiel gaan ze die dingen daarin lassen. Hè. Überhaupt dat hele gendergedoe, als we daarover bezig zijn. Gender is ook zo'n nieuw woord. Hè. Vroeger sprak men van seks. Hè. What's the sex of the child? Ja, dat was ofwel mannelijk ofwel vrouwelijk. Ja. Daar sprak men openlijk van het woord seks. Nu is dat gender. Want gender is iets mensengemaakt. Dat kun je weer veranderen. Ja. Ja. Dat is heel subtiel. En dus heel deze LBGTTQI, weet ik veel hoeveel letters je daar nog kunt aanvoegen, beweging, misbruikt dus die regenboog, die een verbond is tussen God en de mensheid, en maakt dat zichzelf eigen in rebellie tegen God. Dus iets wat God gebruikt als een teken voor ons, kan deze mensen gebruiken om de bond met God juist te verbreken. Ja. Want uiteindelijk hebben we alleen maar een bond met God als we naar God ook luisteren. Hè? Als we dus zijn geboden doen. Als we zijn wetten doen. Mm-hmm. Als we naar hem luisteren. De meest intense manier van iemand te kunnen houden, is gehoorzaam. Mm-hmm. En als ik God niet gehoorzaam ben, kan ik moeilijk zeggen dat ik van hem hou. Ja. Dat zijn allemaal dingen, daar moeten we ook eens een keer rekening mee houden. Dat gaat dus echt heel, heel diep, deze studie, als je daar nog verder ingaat. Maar ik denk dat gewoon deze punten die we besproken hebben, onze broeders en zussen een beetje zullen aanzetten om zelf daarover na te denken en dat eens een keer in dit licht te beschouwen. Waarom God hier de regenboog in de lucht gezet heeft, die we vandaag de dag dus nog altijd kunnen vinden. Ja? Mm-hmm. Die heeft hem dus duizenden jaren geleden heeft hem dat gedaan en vandaag de dag vinden we die nog altijd in de lucht als een blijvend teken dat hij deze bond met de toenmalige enige familie op deze aarde gesloten heeft, waar wij allemaal uit voortgekomen zijn, en dat dat de werkelijke betekening van die regenboog is. En alle andere versies die er van vandaag in de wereld rondgaan, niet van God zijn en dus tegen God zijn. Of in de plaats van God zijn. Mm-hmm. En hoe noemt dat op zijn Grieks? Antichrist. Ja, ja. Ja, ja, dat is met de bogen, dat is zo, dat is niet ingewikkeld, dat is niet zo moeilijk, maar het probleem is dat die mensen vandaag, die lezen niet de Bijbel. Ja, die lezen niet de King James Bijbel, die lezen niet de Slachter of de Luther of de Statenvertaling, die lezen ze niet. Mm-hmm. En dus ze zijn opgegroeid op deze wereld met die satanische bedoeling van die boog. Ja? En ze kennen niks anders. Ja, ze kennen niks anders. Bijvoorbeeld, ik heb nog één ding wat ik me nu herinnere. Dat is die rockgroep Rainbow. Bogen. Regenbogen. Ja? Rainbow. Mm-hmm. Deze groep is van 1975 van Ritchie Blackmore, een van de members van Deep Purple.
Als je kijkt in de Bijbel, en er staat een vertaling voor die kleuren van de Juren van Babylon, ja, daar zijn je Scarlet en Purple. En deze band is genoemd Deep Purple. Dat is heel wereldbekend. Ja, als je ieder jaar de top 2000 heeft, daar is Smoke on the Water of Child and Time. Daar is een heel hoge positie. En ja, deze Ritchie Blackmore van Deep Purple, die heeft een band opgericht in 1975. Samen met Ronnie James Dio. En Ronnie James Dio is die mens die verklaard heeft dat hij de enige mens was die de Manu Cornuta, de Devil's Horn, heeft gemaakt en bekend gemaakt in de rockmuziek. En deze band heeft zich genoemd Bogen, Regenbogen, Rainbow. En een van de meest bekende albums, die is genoemd Down to Earth. En je denkt dat dat een toeval is? Ja, dan zou je maar graag onze Duitse lezingen kijken. Ja. Het is helemaal, alles is een hele grote plan. En deze mensen zijn, de gewone mens is opgegroeid met deze satanische dingen en die denkt dat is het normale, de normaalste van de wereld. Ja, dat is heel normaal, ja, daar ben ik mee opgegroeid, daar is niks Besonderes aan, dat is niet slecht, dat is niet goed, dat is gewoon zo. Nee, ik heb dat nooit achtervraagd, want ik heb nooit iets anders gehoord. Ja, dat is dat, ne? Dat is dat. So, dus de regenbogen, ja, iedere mens die vindt een regenbogen mooi. Also vraag elke kinderen, oh ja, kijk, daar is een bogen. Ja, oh. Maar die krijgen dat verklaard van de ouders en van de leraars en zoiets, van de school. Ja, die krijgen dan verklaard, ja, dat is een physicalisch fenomeen. Ja, misschien moet je daar ook eens een beschouwing van maken, Perry. Ja. Ja, dat was mijn 5 cent vandaag. Okay. Ik denk dat wij volgende keer heel goed verder kunnen in vers 15. Mm. Met wat we nu aan het bespreken zijn. Maar als we het nu zouden doen, ging het te lang duren. Maar vers 15 begint in Engels. En I, dat zegt God. Mm. I will remember my covenant. De mensen zullen hem niet herinneren. En dat is precies wat Michael juist verteld heeft. Mm-hmm. Maar God zal zijn verbond herinneren. Daar zullen we volgende keer mee verder gaan. Ja. Vond het weer een heel leuke en interessante Bijbelstudie. En oké, het waren niet veel versen, maar het gaat, zoals ik altijd zeg, niet over de kwantiteit, maar over de kwaliteit van de studie. Mm-hmm. En die vond ik dus wel veelbelovend. En ik hoop dat jullie daar ook iets aan hadden en eens een keer naar ons luisteren, als wij u vriendelijk, maar met nadruk vragen, lees uw Bijbel. Alsjeblieft, Perry. Het is aan jou. Ja, absoluut. Hey mensen, hartstikke bedankt voor het uitluisteren van deze uitzending. Ik ben ook super trots en super blij dat we zover gekomen zijn. En dan gaan we volgende keer verder bij vers 15. En een heel traditiegetrouw zeg ik op zijn hamburgers tegen jullie. Tjus. En dag, lieve Bijbellezers. Maranatha.